Ik zal nog even naar de balie gaan voor een extra bonuskaart. Misschien ook even het oplaadtoestel in beeld voor de overshipkaart voor het openbaar vervoer. Dat is ook wel handig hier in een balie. Goedemorgen, kan ik nog een bonuskaart krijgen alsjeblieft? Kijk, alsjeblieft, kunnen we hem gelijk gebruiken. Dat is om met het te gebruiken. Ja, ja. Ah ja, oké, dank u. Dus even ter informatie. Ik heb natuurlijk wel een bonuskaart. Hè. Maar dus, zo'n bonuskaart kan je dus onmiddellijk gebruiken. En dat is er wel interessant aan. Want als je dus in de winkel binnenkomt. Dus je ziet de vermelding bonus. Dus dat zijn kortingen. Heb je wel aan de kassa dit nodig. Dus dit even scannen en dan automatisch heb je de bonus, dus de kortingen, die worden verrekend. Dus belangrijk, vraag een gratis bonuskaart. Nog even leuk in beeld het aanbod, een uitgebreid aanbod. Hier ook bijvoorbeeld heb je korting. De verspakketten is ook interessant. Het is al samengesteld wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld hier deze prijssoep. Je hoeft alleen nog klaar te maken. Alles in één pakket. Een prijssoep is ook wel iets interessants. Dat zal ik ook wel meenemen. Ik geef dat dan thuis af als geschenk aan mijn echtgenoot. Ik zeg, je hebt terug een pakje om iets klaar te maken. Die vinden dat zelf ook wel leuk om te koken. Dus, en de gewone kortingszaken vind ik ook wel leuk. Hé. Regelmatig heb je ook van die 35% kortingen. Dat is allemaal vers en goed. Ik zeg, dat komt allemaal wel te pas. Bietentartaars. Dat is hier iets met rode bieten. Rode bieten zijn bijzonder goed voor de gezondheid. Hier is even duidelijker te zien. Dus ook een aanrader, rode bieten. Dat is nu wel eentje hier. Even een afslag kan ook wel meteren. Hier ook terug een bonus. Spruitjes. Thank you.
Ook alles mooi gezet voor de feesten. Veel aanbod. En ook nog gezegd opnieuw op de Lichtstraat. Hè? Dus de presentatie hier met de Lichtstraat bijzonder mooi. Hier terug even aan de Mediterraan. Ja, het zijn vaste gewoontes. Dit hier, de kippenfilet, is een vaste gewoonte. Het is mager vlees, dus bijzonder goed vlees. Dit voor de sandwichen. Ook bijzonder goed van smaak. Ik heb al heel wat van die popjes thuis. Nu is er één in groot formaat. Deze had ik nog niet gezien. Iets nieuws. Ja, dan kom ik even met de kleine. En dan heeft ze het plezier erbij. Dat is ook bijzonder mooi. Je ziet ook de ruimte dat je hier hebt om te winkelen, dat is fantastisch. Dan ben ik even aan de afdeling bakkerij. Ja, dat is ook een traditie met de feesten, dit hier. Dus die feeststol. Hè. Dat is ook een aanrader, dit hier. Bijzonder goed van smaak, hè, met rozijnen. Dit koop ik meer naar het weekend toe. Ja, dit stokbrood, beste mensen, een ongelofelijke smaak. Ik kom hier trouwens altijd voor mijn brood, dus ook al heb ik maar brood nodig, ben ik vaak hier. Zie opnieuw weer de ruimte die je hebt op je gemak je boodschappen te kunnen doen.
er is terug bonus. Ik heb dit hier nu net nodig. De Bon Maman. Confituur. Dus opnieuw belangrijk de bonuskaart. 2 plus 1 gratis combineren mogelijk. Dus het is het moment. Deze zijn we gewoon. Dus 2 plus 1 gratis. Dus ik neem er 2. En ik krijg een derde gratis. Zo, dit is gratis. Hé? Toch ongelooflijk, die promoties. Hier heb je dan ook bonus bij dit hier, bij Nutella en zo. Hier is het ook 2 plus 1 gratis. Dat is ook interessant, dus je kan 3 Nutella's kopen voor €11,78. En dat is goed tot 16 november 2022. Dat is wel iets die ik ook in huis heb regelmatig voor de anderen. Maar dat vind ik nu wel een bijzonder goede promotie. Dus je kan er wel in voorraad al aankopen. Zo. Er was trouwens ook iets te lezen in het nieuws dat de Nutella de bevoorrading in problemen kan komen. Ik had er iets over gelezen in het nieuwsblad, dacht ik. Dus ja, het is misschien ook wel goed van enkele in de voorraad op te slaan. Hè. Bon, hier is alles. Ik heb hier ook de kleintjes. Alles is hier ook. Ook 2 plus 1 gratis. Van het kleine formaat. €6,30. Ook wel bijzonder goed geprijsd allemaal. Dus je ziet hier opnieuw het nut van de bonuskaart. Ik zeg, het is bij alles. Hè. Bonus. Fantastisch. Dan mijn favoriete muesli's. Chocolade, fruit, de nootjes. Zie ik niet, nog niet direct, maar ik ga deze nog meedoen. Met chocolade. Je hebt ook wel amandelen en hazelnoten die toegevoegd worden. Maar bon, ik voeg ook nog altijd walnoten aan toe. Dat is ook te zien op mijn profiel, de recetten met dit hier. Hier ook mooie zaken voor de feesten. Mooi gepresenteerd, de Lindt chocolade. Ja, de Vanille Vla komt ook wel soms een keer in huis, ook bijzonder goed. Hier ook Belgisch assortiment, producten dat men meer gewoon is in België. Er is echt van alles. En dit ook interessant, tweede aan halve prijs. Je hebt dat ook vaak, hè, als je een tweede artikel neemt.
Ik heb nog melk in voorraad, maar ik heb wel nog dit nodig. Ja, men blijft bij de gewoonte van bepaalde merken. Als die goed zijn, ja, dan blijft dat daarbij. En dit ook een aanrader. Ik zeg tussendoor met het fietsen of gewoon in de dag. Fantastisch van smaak. Hier ook bonus. 2 voor €4. Zo'n zaken nodig hebt, ik zeg, alles is ter beschikking. En dan ook hier uitgebreid de drank aanbod. Ja, chocolade geeft ook goed humeur, hè? Dat is ook wel gekend. Ook prachtige geschenksdozen hier. Want dat is ook mooi voor de feesten hier van die... Roomijstaarten, ook veel aanbod. Hier is er ook wel iets, dat is mooi. De moeite, als je dat hier ziet. Voor 10 personen, voor enkele mensen, dus er is echt van alles. Ja, dat kennen we allemaal, de diepvriesfrieten, kroketten en noem maar op. Ja, hier heb je ook wel leuke dingen dat je kan geven als geschenk. Bijvoorbeeld zo'n voetenverwarmer en zo. Dat is ook een heel goed merk dit. Ik heb er ook wel alles van in huis. Op het gebied van de personenweegschaal, bloeddrukmeter van dit merk hier, Medisana. Ah, de popjes. Die zijn bijzonder in de trek bij ons. Ik heb die thuis, dus soms gebeurt het wel een keer dat ik poppenkast doe. Dus de Albert Heijn handpoppen, hè? Ja, de non-food afdeling is ook nog wel even interessant. Vooral in deze tijd dat vele winkels gesloten zijn hier. Dus je hebt hier feitelijk ook wel van alles op het gebied van kaarsen, hè, nu voor de feesten en ook wel dit, hè. Het is direct beschikbaar, je hoeft niet een internetbestelling te doen en een paar dagen te wachten. LED-verlichting, mooi. Ja, dan ben ik even hier in de klassieke hangpaden. Dus ook wel non-food.
Allee, allemaal zaken die kunnen nodig zijn. En dit ook, fietsverlichting, hé. Dat is ook iets banaal dat je dan zegt van oef, ik kan nu net geen fietsverlichting gaan kopen, het is dan wel ter beschikking hier, stopcontacten, contactdozen. Even terug de onderhoudsproducten. Maar hier ook meer bepaald dan dat hij aangepast aan deze periode. De servietten. Bijzonder mooi. Passen bij ieder service. En hier ook uitgebreid het aanbod. Ik zeg, dat is heel bijzonder mooi dit hier. Dat is ook handig in deze periode, van die onderleggers voor de presentatie. Voilà, terug een bonus hier. 1+1 gratis. Je ziet hoe interessant dat het is. Hè? Je betaalt 1 en krijgt de tweede gratis. Ovenschotels, dat zijn ook van die zaken dat je kan zeggen, ik heb die net nodig. En als bepaalde andere winkels gesloten zijn, je komt naar hier. En je hebt het direct. Idem met dit hier. Hè. Even dit hier. Ja, ik had dit de vorige keer gekocht en ze zijn bijzonder goed. Hè. Ik had die gegeven aan mijn vrouw. Ze had die gezien op de video. Ik had die feitelijk niet onmiddellijk getoond, maar ze keken naar de video en ze zag deze Ferrero pralines. Ze zag, wat zijn die pralines? Ja. Het was bijzonder grappig. Zo, ik ben nog terug even hier aan de Lichtstraat. Ja, het is een grote zone, dus de Lichtstraat meer bepaald. Ja. Hierboven te zien. Natuurlijke binnenverlichting. Ik zeg, de winkel is echt mega groot. Zo, het is tijd voor de kassa. Ik ga zo dadelijk ook tonen hoeveel bonusvoordelen dat ik heb. Dat komt ook op het kassaticket beschikbaar. Dus ik zou zeggen, tot zo dadelijk. Tijd voor mij om naar de kassa te gaan.
beste mensen, ik ben snel door de kassa en ik heb maar liefst 14 euro uitgespaard van bonusvoordelen. Hier ook nog even het aanbod van bloemenplanten, die passen bij deze periode. Je ziet 14 euro op boodschappen doen, dat telt. En als je dus regelmatig komt, op basis van een maand, kan dat dan vlug tot wel 50 euro bonusvoordeel zijn. Zo, dat was de AHA XL, de Vocho vandaag. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja, mijn stem was wat gedempt door de mondmasker. Hè. Ja. Het volk komt hier al vlot toe bij de AHA XL. Het is een rustig winkel, het is koud, maar het is bijzonder aangenaam langs te komen. Hè. Zo, tot de volgende.